We zijn hier op emplacement van station Enschede. Ook in Enschede zijn we hard aan het werk om het spoor te vernieuwen. Dat gaan we 6 weken lang doen. Dat betekent ook 6 weken geen treinverkeer naar station Enschede. Op dit moment zijn er 200 man van de aannemer aan het werk. En als je dan om je heen kijkt, ja, je kan van gekkigheid niet bedenken. Elk materieel is hier en elk materieel komt voorbij. Er zitten zelfs machines bij die ik nog nooit gezien heb. Het emplacement wordt op zodanige manier opnieuw ingericht dat de treinen op een logische manier duidelijker niet meer kriskras over het emplacement hoeven te rijden. Nou, dat is ook fijn voor omwonenden, maar voor de reiziger betekent het dat er minder kans is op vertragingen. Of als er een vertraging is, dat de impact van die vertraging kleiner wordt. Ook de beveiliging wordt helemaal opnieuw gedaan en de bovenleiding. Nou, dat betekent dat zoveel werkzaamheden, die kun je maar beter gewoon in één keer doen. En dan kan NS ook een duidelijker alternatief vervoer aanbieden.